Vandaag wil ik even iets anders in GameKings Extra onder de loep nemen of onder de aandacht brengen. En ik hoop dat de publishers kijken. En wij hebben laatst, Boris en ik, de kwestie opgenomen over... ik weet niet meer waar het over ging, maar het ging over fysieke games ten opzichte van downloads. Dus digital-only games. Van wil je, hoe tof is het nou om iets digitaals te krijgen of toch gewoon de game in je handen te hebben. En volgens mij, zowel Boris als ik, ik weet wel zeker, wij zijn allebei fans van die game in je handen te hebben. En heb ik het nog niet eens over die fantastische special editions met toeters en bellen en poppetjes erbij. Dat is helemaal briljant. Maar het gaat mij om gewone games. En ik vind het gewoon tof om een doosje te hebben. Ik vind het tof. Ik heb mooie boekenrekken thuis waar al die doosjes in staat. Daar kijk ik dan naar. Dat vind ik gewoon leuk. Dat geeft een goed gevoel. Wow, dat heb ik allemaal gespeeld. Maar ik vind het ook leuk als met zo'n doosje iets gedaan wordt. Als dat de package die je hebt, dat wat meer is dan je helaas tegenwoordig met die console games hebt. Wat eigenlijk alleen maar een groen of een blauw doosje is met een soort van inleggertje erin. En dan doe je hem open en zit er een schijfje in. En that's it, weet je. Daar betaal je dan €60 voor. Dan denk ik van, ik weet ongeveer hoe dingen drukken van mooie boekjes of dat soort dingen, weet je. Daar kan wel iets meer liefde in. Iets meer waarvan je trots op bent dat je dat product in handen hebt. En deze week kwam ik weer eens een voorbeeld tegen in mijn postbus thuis. Heel veel games krijg ik thuis opgestuurd. En dat is deze game van iets wat ik dan weer helaas totaal niet speel. Namelijk World of Warcraft, die uitbreiding. Maar wat Blizzard altijd doet. Dit is echt de gewone versie die iedereen gewoon koopt. Dit is... Weet je, ik bedoel, ik vind dit mooi. Alleen al als je dit gewoon ziet, dan heb je al gewoon meer zin om die game te spelen dan dat het alleen, dat heb ik hier niet 1, 2, 3, maar gewoon typische Xbox. Huppakee, en dan zit er zo'n schijfje in die bij mij, ik heb namelijk op mijn Xbox heb ik altijd 5, 6 schijfjes liggen. Die lijken dan allemaal op elkaar, waardoor ik ook alles weer kwijtraak en alle doosjes lijken hetzelfde, weet je wel. Dan ben ik dan uren bezig om te puzzelen. Maar dit is gewoon, het zal ze iets wat geld kosten, weet je, van die €60 of wat het dan ook is. Kost het je iets meer geld, maar ja, ik weet niet of het helemaal overkomt, maar het is dus ook relief, weet je wel. Het is gewoon achterkant mooie screenshots erop, niet van die glazige shit. Het kan er gewoon echt zo open, weet je wel. Dan staat er gewoon weer toffe dingen op, weet je. Ik bedoel, ja, van dit soort dingen word ik dan gewoon heel erg blij. Ik heb het nog niet eens opengemaakt. Kun je nagaan. Ik sloop altijd alles, ik weet niet eens hoe die open gaat. Kijk, nou, hier zit nog eens een keer een dubbele ingang in, weet je, mooie plaatjes, leuk verhaal erbij. Dit is gewoon wat ik verwacht van een stukje entertainment. En het kan toch niet zoveel, als Blizzard het kan, waarom kan de rest van de industrie dat dan niet? Waarom moeten we, hoe tof is het bij Assassin's Creed Unity om zoiets ook te doen? Weet je, hoe wreed is dat? Zoveel games lenen zich daarvoor. Weet je wel? Ik bedoel, Messi in relief. Dat je zo kan, oh Messi, oh ik voel hem. Weet je, ik bedoel, hoe tof is dat? Nee, nou, meer van dit soort shit. Ik vind het leuk. Ik weet, het is een beetje corny, maar ik hou ervan. En complimenten voor Blizzard. Die begrijpen gewoon wat gamers willen.